Ja, Donny, terug bij het Nederlands elftal is vaste prik voor jou tegenwoordig, hè? Nou, de laatste keer heb ik er steeds bij gezeten en dat wil ik graag vasthouden. Voelt het ook zo al voor jou dat je het horen krijgt, je zit erbij en denkt, ja, tuurlijk. Nee, dat niet. Uiteindelijk moet je wel elke keer laten zien en ik heb nog niet die status van dat je sowieso elke keer erbij zit. Dus dat moet nog wel... Is dat zo? Ik heb het idee wel een beetje. Nou ja, dat vind ik niet. Ik vind eerst nog wat meer wedstrijden spelen en echt laten zien nog, vind ik. Dan weet je het zeker. Ben je nog steeds wel, heb je nog een beetje jeugdig enthousiasme? Elke keer als je het hoort dan, van yes, ik zit er weer bij. Tuurlijk denk ik, ben ik blij als ik erbij zit. En, dat moet ook denk ik. Ik ben nog jong, dus om dan bij het Nederlands zelf te zitten moet je ook een keer wel weer blij zijn, vind ik. Ik heb het idee dat Oranje nu even in rustig vaarwater zit. Dat is anders geweest, hè? Ja, wel. Toen ik er net bij kwam, toen was het wat onrustig. Gewoon in de fik? Ja, toen stond het net in de fik. En toen zag je wel de onrust en zo. En je merkt nu dat... natuurlijk ook nu een nieuw bondscoach en iedereen, ze proberen iets nieuws op te zetten en dat er wel meer rust is nu. Dan kom je hier en dan heb ik het idee, dan kom je van een plek waar het ineens bij je club onrustig is. We hoorden Justin Kluivert van de week, zei al, laatste half jaar voelt Ajax eigenlijk niet meer als een team aan. Ervaar je dat ook zo? Sorry, het laatste? De laatste half jaar Ajax niet meer echt als een team aanvoelde. Nou, ik vond dat het daar niet echt aan lag. Ik denk dat wel iedereen voor elkaar door het vuur ging en zo. Alleen uiteindelijk... niet gehaald wat we wilden en dat was wel een moeilijke tijd, ja, zeker dat wel. Is het lekker voor jou dat er gewoon wat rust om jouw persoon is? Voor jou is die Matthijs de Ligt, 100 speculaties, voor Kluivert hetzelfde. Donny van der Beek blijft gewoon lekker bij Ajax, toch? dat weet je natuurlijk nooit. Ik zei net ook al... Er staat niet elke dag nieuw nieuwsbericht dat je interesse is of dat je wil vertrekken of dat soort dingen? Nee, maar dat vind ik wel prima zo. Dus, maar het is natuurlijk lastig te zeggen voor iedereen, blijf je of dit of dat weet je nooit. Maar ik denk voor mezelf is het nog wel goed om nog een jaar bij Ajax te spelen, denk ik. Is het extra lekker zo, om dan eventjes nog toch voetballend af te sluiten hier bij Oranje? Ik kan me voorstellen het vervelendste seizoen uit je carrière. Ja, het was natuurlijk geen topseizoen en dat wil ik nu ook afsluiten en richten op het nieuwe. En blij dat ik bij het Nederlands zelf dan mag zijn. En, dat blijft elke keer mooi. Hoeveel goals ga je maken? Nu? De komende twee wedstrijden? Nou, ik denk wel dat ik sowieso eentje in moet schieten, toch? Sowieso eentje. Sowieso één. Ook ja. Ja, is goed.